Aha. Happy Easter. Het is Pasen, halleluja. Hij leeft, hij is opgestaan. Maar mag ik u vragen, wat Pasen bij u oproept? Ik zal misschien even wachten totdat het werkvolk neerzit. Onze artiesten, bedankt weer al voor de prachtige lofprijs en aanbiddingsnummers. Wat is Pasen voor jullie? Wat is Pasen voor jullie? Wat roept dat bij jullie op? Allee, kom aan, we zijn onder ons. Chocola? Chocolade? Voilà. Pasen is aangenaam, hè? Hij is opgestaan, dat is een feest. Het feest van het nieuwe leven. Maar nog iets voor Pasen. Wat is Pasen? Zo vanuit uw jeugd bijvoorbeeld. Theologisch weten we het al, je moet naar Facebook kijken en dan ziet je, hij is opgestaan, hij is risen, dat weten we, dat weten we. Maar ik wil een stap verder gaan en daarom wil ik een stap terug gaan. En wat is Pasen voor jullie vanuit uw verleden, vanuit uw jeugd? Surget? Hoe zegt u? Einde van de vaste. Hola, daar had ik nog niet aan gedacht. Oh, ik heb trouwens honger, maar goed, dat is voor straks. Schat? Die kuikentjes, die uit in de ei komen. Ja, nog een, Marie, nu alleszins heel veel commerce. Veel commerce. Wat? Nieuwe kleren, hier. Weet je wat? Dat is juist. Met Pasen kreeg ik af en toe een nieuw kostuum. En dat was leuk, behalve dat was zo frustrerend, want ik was de enige die eentje met korte broek kreeg. En die ander kreeg allemaal in mijn lange broek. En ik stond elke keer in die jaren met een korte broek aan de kerk. En ik vond dat verschrikkelijk. Maar Pasen, ja, het is in het nieuwe, het is nieuw, het is nog iets. Een lammeke, heb jij dat lammeke bij, Stefan? Hier, c'est voilà. Ik heb gekozen dit beeld, omdat het lam van God, Jezus, is geslacht, onschuldig. Maar het is ook een weerspiegeling van Gods, van Gods pracht en zijn karakter en zijn tederheid. God is zo teder, God is zo fantastisch. En dat gevoel, dat heb ik mee vanuit mijn jeugd over Pasen. Hey, ik ben aan het preken, niet in Eliakim, mannen. Oké. Met Pasen, voor mij Pasen, dat is blijdschap, dat is zon. Ik herinner mij Pasen in de katholieke kerk van Eppegem, Zemst. En ik hoorde de pastoor preken over Jezus aan het kruis. En de zon die kwam door die glasramen en die scheen. En er was zo'n sfeer in die kerk. Of was dat God, Gods Heilige Geest bij mij? Ik weet het niet. Maar feit is dat ik 25 jaar later tot geloof gekomen ben. Maar ik herinner mij als de gedachte die bij mij opkwam. Wauw, wat een verhaal over Jezus. En ik weet nog altijd wat ik mij afgevraagd heb. Wat kan ik daar nu voor doen? Ik herinner mij dat. En jaren, meer dan 20 jaar later, is mij het echte evangelie gekomen. De hoop op nieuw leven. De hoop op eeuwigheid. De hoop op zegen, op blijdschap, op kracht. Dat is Pasen. Pasen is een feest van vernieuwing, van nieuw leven en van nieuw kostuums. En trouwens, wat is de kleur van de hoop? Want het is het feest van de hoop. Wat is het kleur? Groen. Ik heb nog eens mijn groen jasje uitgehaald. Dat is een van de enige dingen die ik ooit zelf alleen gekocht heb. Je ziet er het aan natuurlijk. Maar ik weet nog dat ik een paar jaar geleden moest iets hebben om... We hadden een vergadering met Wiltura in Strombeek. Weet het nog maar? Hey, ik had niks deftig en ik dacht, ik moet iets aandoen. Hey, hoop doet leven, ziet Wiltura. Dus ik kies iets in de kleuren van de hoop. En dat is dat vestje. Ik heb me dan nooit meer aangehad, omdat ik te dik was ook. Ik ben ondertussen kilo's afgevallen. En dan moet er nog wel wat af. Maar het is het feest van de hoop, van de opstanding.
En het, mijn punt is, en dat wil ik maken, wat doen wij nu met dat feest van Pasen? Inhoudelijk de andere 364 dagen van het jaar. Want mij komt het over dat vandaag iedereen met Pasen bezig is, met de opstanding. En dan, wat gebeurt er de andere dagen van het jaar daarmee? En daarom, ik heb een uitdaging en een uitnodiging. En daarom, om Pasen een bredere context te geven en een bredere betekenis, praktisch, voor ons als christen, gaan we het paasfeest vanuit een geestelijk oogpunt bekijken. En dat doen we, u gaat direct begrijpen waarom. We gaan even dat mooie schaapje moeten laten verdwijnen. En we gaan, misschien heel merkwaardig, ik ga beginnen met een parabel, een gelijkenis, die Jezus gaf en die opgeschreven is door Lucas. Lucas 16. We gaan de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. Mag ik vragen, het gaat 20 minuutjes uw aandacht vragen, maar het is de moeite waard. We gaan beginnen met Lucas 16, 19 te lezen. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vieren. Heb je zin in christen? Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Ga maar verder. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abraham's schoot te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, onthoud het woord dodenrijk. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte, onthoud in de verte, Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Ga maar verder. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen, om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede altijd in je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij rust, nu vindt hij hier troost, maar lijdt jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. Is er nog iets aan? En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. En de rest gaan we vergeten, want anders duurt het te lang. Waarom vertel ik dit? Jezus geeft een gelijkenis waar hij een punt wil mee maken. Een parabel, een gelijkenis. En het punt is het volgende. Dat een mens, als hij sterft, naar het dodenrijk gaat. Het is te zeggen, uw geest en ziel gaat weg naar het dodenrijk. Uw lichaam verdwijnt in de grond. Oké? Dat is scheiding. Dat is de betekenis van het woord dood. Er zijn twee soorten dood. Dood, zoals wij geboren zijn, scheiding van God. Het woord dood betekent scheiding. En de eerste dood is de scheiding van God. Dat is geen enkel schepsel, geen enkel mens die niet dood is als hij geboren wordt. Geestelijk dood. Je kunt teruglevend worden als je Jezus aanneemt en de Heilige Geest in u komt. Dan komt er herstel van de relatie met God en dan zijt je levend in Christus. Dat is door Pasen. Oké. De tweede dood is als je sterft zoals iedereen sterft. En uw lichaam verdwijnt en uw ziel en geest, wat gebeurt daarmee? Dat gaat naar het dodenrijk. En wat is het dodenrijk? Het dodenrijk, dat was midden in de aarde. Dat was een plaats waar de zielen, de geesten van de doden, een geest, je gelooft toch in geesten, hè? Kende die mensen die
die kunnen uittreden. Kent je zo'n mensen? Ik heb zo'n mensen gekend die kunnen uittreden. Die hun geest kunnen laten uit hun lichaam treden. En dat is reëel, hè? En die zien dan hun lichaam liggen. Enfin, de geest verdwijnt uit het lichaam. En dat is ook bij Jezus gebeurd, toen hij op het kruis stierf. Wat gebeurde er met Jezus op het kruis? Hij stierf en Jezus riep iets. Wat riep hij? Patrick? Ja, maar hij riep nog iets anders. Het is volbracht en Jezus riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is een heel merkwaardige passage. Jezus wist niet dat God, opdat hij, zoals alle mensen, de dood volledig zou smaken, de eerste en de tweede dood, moest God Jezus ook heel eventjes verlaten. Zoals God ons verlaten heeft door de zondeval. Jezus moest op alle soorten manieren het parcours afleggen, zoals wij allemaal, zoals alle andere mensen, om op rechtvaardige manier zijn offer te kunnen brengen en aan te bieden aan God, zonder dat de tegenstander, de Satan, enige beschuldiging met recht en reden zou kunnen inbrengen tegen Jezus bij God de Vader, waardoor onze redding niet zou doorgaan. Ik weet, dit is niet gemakkelijk, maar het is de waarheid. We gaan het proberen gemakkelijk te houden. Jezus riep, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? En Jezus zou vlak daarachter sterven. En hij zegt in vers 46 van Lucas 23, en Jezus riep met luider stem, in uw handen beveel ik mijn geest. Beste vrienden, in de dagen die komen, de tijden die komen, gaan wij als christen meer en meer over geesten moeten praten. En over de geestelijke wereld. En over de aard van God die geest is. Of we gaan geen stap verder komen dan Happy Easter. Maar goed, Jezus is naar het dodenrijk gegaan. Dus zijn lichaam was in het graf, maar zijn geest trad uit op het kruis. En hij gaf de geest. En die geest die ging naar het dodenrijk. De plaats in de aarde waar de geesten met de ziel van alle mensen naartoe gingen. En, daarom heb ik dat verhaaltje gekozen. Omdat dat een mooi zicht geeft op waar de ziel en de geest van de mens naartoe gaat als hij sterft. Dat is, die gaat naar het dodenrijk, of die ging naar het dodenrijk. We gaan dat ze biedt in de conclusie zien wat er nu gebeurt. En in het dodenrijk, dat waren twee afdelingen. Dat was de goede kant, het paradijs wordt dat genoemd. De boezem van Abraham wordt dat genoemd. Ja. En dan een grote kloof. En daar de hel. De plaats van pijniging. Gehenna. Het dodenrijk is Hades of Sheol. Je hebt die naam al misschien gehoord. Dat is het dodenrijk. Dat is het rijk van de doden. En wat is er nu zo speciaal? Dat is, Jezus kwam daar. Jezus kwam daar. En wat gebeurde daar? Dan gaan we eens een keer een tekstje nemen uit Efeziërs. Ik ga het eerst nog even moeilijker maken, maar het wordt heel simpel zo dadelijk. Stefan, heb jij die tekst ook van Efeziërs? Dus we zijn mee, Jezus stierf, smaakte tweemaal de dood, de eerste en de tweede dood, om zoals alle mensen beproefd te worden. En dan gaat zijn geest, zoals alle mensen tot dan toe, gaat naar het dodenrijk. En daar kwamen de mensen, de arme Lazarus kwam bij de goeie, in het paradijs. En de slechte rijke man, die niet gelovig was, die nog God, nog gebod kende, die was naar het vuur. En wat deden, weet u, wat die zielen van die gelovige mensen, zoals Abraham en al de gelovigen tot dan toe, wat die daar deden, wie weet dat? En waarom dat die daar waren en die in de hemel bij God? Wie probeert?
Rieke? Omdat Jezus op de gestorven was, kom. Oké, maar dat is een beetje te moeilijk. We gaan... Je hebt gelijk, maar ik ga het even inkaderen. Je hebt gelijk, theologisch. We gaan eerst eens lezen in Efeziërs 4. Dat vertelt wat er gebeurde in het dodenrijk. Wat Jezus daar gedaan heeft. Volg, hè? Volg. Opgevaren naar den hoge voerde hij, Jezus, krijgsgevangenen mee. Gaf hij aan de mensen gaven. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook die opgevaren is boven alle hemelen. Jezus heeft daar iets gedaan. Wie was de baas in het dodenrijk tot Jezus kwam? Degene, wie had de macht over de dood? Wat zegt de Bijbel dat Jezus gedaan heeft? Hij heeft degene die de macht had over de dood ontwapend en openlijk tentoongesteld. Satan was de wachter, had de sleutels. Satan had de sleutels van het dodenrijk. En Jezus die komt daar. En de Satan die had die macht over dat dodenrijk, omdat alle mensen gezondigd hebben. En de prikkel van de dood is de zonde. Dat is geen dood, geen scheiding, als er geen zonde is. En Jezus per toeval, maar dat was het opzet, maar dat wist Satan niet. Want in 1 Korintiërs staat, indien de overste van de wereld geweten had het opzet van Jezus, dan hadden ze Jezus nooit gekruisigd. Omdat de duivel niet wist dat Jezus zich laten kruisigen heeft. Om dan naar het dodenrijk te gaan en tegenover de Satan te komen. En ik weet niet wie er ervaring heeft met het uitdrijven van geesten. Er zijn er een paar. Geest boven geest. Ja? Als ik bid voor iemand die bezeten is, en er zijn er nog onder ons, dan heb je de macht over de duistere geesten, omdat uw geest de heilige geest is, die je gekregen hebt toen je geloof, tot geloof in Jezus kwam. En het is op het offer van Jezus, het geloof daarin, dat u de heilige geest krijgt en dat u met uw hand naar voren kunt zeggen, in Jezus naam, boze macht, verlaat deze persoon. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus was perfect, had geen enkele zonde, dus de dood had geen vat over hem. De dood in het dodenrijk had geen vat op hem. En waarom dat het dodenrijk in twee delen was, en dat die rechtvaardige niet naar de hemel ging, was simpel, hè? Jezus was nog niet gestorven. Dat betekent, in het tot en met Jezus waren alle mensen onder het oude verbond, ja? Waar de wetten golden. En het bloed van de dieren bedekte de zonde van de mensen, maar ze reinigden de mensen niet. En ze maakten de mensen niet onschuldig van hun zonde. Die werden in bewaring gehouden tot Jezus ging komen. En daarom was het dodenrijk in twee delen, een goed en een slecht deel. En in het goede deel zaten alle mensen die gelovig geleefd hadden in God, in Jehovah, in Yahweh. En die moesten wachten, want God, probeer het te vatten, hè? God die kan niet gemeenschap hebben met onreinheid. Dus als je niet Jezus aangenomen hebt en gereinigd bent van je zonde door zijn bloed, kun je nooit in contact komen met God de Vader. En blijf je geestelijk dood. En dan moet je islamiet zijn, katholiek zijn, wat je ook wilt. Als je Jezus niet aangenomen hebt, heb je zijn rechtvaardigheid niet over u getrokken en komt de Heilige Geest niet. Maar Jezus, die zei Satan, in Jezus' naam, ik ga nu overdrijven. In Jezus' naam, ga uit mijn weg. Ga uit mijn weg. Waf. En wat heeft Jezus gedaan? Krijgsgevangenen. Winst van de oorlog. Meegepakt naar de hoge. Dit is hallucinant.
Maar wat heeft Jezus gedaan? Op het kruis. Ik geef mijn geest. Hij is naar het dodenrijk gegaan. En diegene die aan de slechte kant zitten, die heeft hij niet meegepakt. That's too late. Zo is het de mens beschikt eenmaal te leven en dan het oordeel. De slechte ging hij zich niet ontfermen, maar wel diegene die niet zondeloos waren, maar die wel geloofden in de God van hemel en aarde, die ging hij rechtvaardigen. Hij ging die meepakken om te presenteren aan God de Vader en te zeggen, hier is mijn buit. Wie zijn nu door mij gereinigd en heilig verklaard en zondeloos? En op dat moment is het paradijs naar de hemel gegaan. En wat is nu zo belangrijk? Ik ga mijn tekst laten. Waar dat ik mij zo kan in verheugen. Dat is in de volgende tekst. Ik ga proberen. Ik spring in één keer naar mijn voorlaatste blad. Omdat het niet evident is en ik het niet te lang wil houden daarom. Op een bepaald moment, toen Jezus nog op aarde was bij zijn discipelen, zegt hij tegen degene die de grootste mond had, die altijd alles wist, wie was dat? Petrus. Ik niet. Petrus. Petrus. En hij zegt tegen Petrus, Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, en wie zeg jij dat ik ben? En Petrus die antwoordt hem, jij bent de zoon van de levende God. En nu het grote probleem met de katholieken. De grote leugen. En ik zeg, Jezus draait zich naar hem en hij zegt, en ik zeg dat jij Petrus bent, een klein steentje. En op deze Petra, en dat zeg ik, ja, de paus van Rome zit hier, hè. En op deze Petra, op deze steenrots, die machtige rots, en dat was de bewering, de belijdenis van Petrus, dat was Petrus zelf niet, waarvan ze nu de paus gemaakt hebben al duizenden jaren. De paus is een leugen. Beste vrienden, Jezus zegt, je moet zien wat dat er staat en niet wat er niet staat. En in context. En Jezus zegt, en ik zeg u dat jij Petrus bent. En op deze Petra, op die belijdenis, zal ik mijn kerk bouwen, mijn gemeente. Dat zijn jullie. Ja? En nu de jump naar mijn conclusie. En de poorten van het dodenrijk zullen de kerk niet overweldigen. Wat zijn de poorten van het dodenrijk? Je moet dat eens gaan opzoeken. Online, ergens op Google. De poorten van het dodenrijk. Dat is een uitdrukking voor de demonen van de hel. Die vroeger met Satan het dodenrijk bewaakten. En nu mijn conclusie. Mijn jump naar de conclusie. En Jezus gaat door. En ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Toen verbood hij nadrukkelijk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de verlosser, hij is de Christus, de zaligmaker en de Messias. Waarom verbood hij dat? Opdat de demonen het niet zouden te weten komen. Want dan zouden ze zeggen, wij gaan die Christus niet kruisigen. Want dat is onze ondergang. Volg je nog? Nu mijn conclusie. Wat heeft Jezus aan ons gegeven met Pasen? Hoe dan? De sleutel van het dodenrijk en van het koninkrijk der hemel. Jezus is opgestaan. Jezus leeft en dat is onze hoop, omdat zijn rechtvaardigheid over ons komt door het geloof in hem. Maar er is nog iets meer en u kan invullen wat Pasen allemaal is. En ik heb het hier ergens geschreven, Hebreeën 2. Daar nu de kinderen, dat zijn wij, aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Op dat met het oog.
Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. En allen zou bevrijden die hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En dat zijn wij. Jezus heeft overwonnen. Omdat hij zondeloos geleefd heeft. Hij heeft de dood en de zonde overwonnen. En wie in hem gelooft, omdat hij God is, kan hij die overwinning delegeren. En dat is de hoop van Pasen. Wij moeten niet meer sterven. Wij hebben hoop op eeuwig leven. Wij hoeven niet in angsten te leven. Wij hoeven niet als marginale burgers te leven, omdat we maar met weinig zijn. Want wij zijn overwinnaars. Wij zijn overwinnaars. En dit is mijn conclusie. Waar is onze vrijmoedigheid, dag aan dag, omdat Jezus opgestaan is? Waar is de vrijmoedigheid? Ik nodig u uit om uw paasbegrip te verruimen. En ik nodig iedereen die deze prediking ziet, nodig ik uit om ruimer te worden en te gaan leven naar de standaard die de Bijbel geeft. Dat is dat wij elke dag in de overwinning en de reinheid van Jezus kunnen leven. En dat wij niet hoeven, alles wat op ons komt, want deze wereld ligt in het duister. Wij hoeven niet alles te pikken wat over ons komt in onze gedachten. Wat als tegenkanting komt in ons leven. Wij moeten leren, en dit is mijn conclusie. Wij moeten leren te leven als mini-Christus. Wetende dat er tegenstand is, maar wetende dat God ons gedelegeerd heeft. Als kleine Christus, levende met de Heilige Geest. En dat is mijn tweede punt. Het is hoog tijd dat wij als christenen uitstijgen boven de christelijke evangelische wereld en de mentaliteiten die erin heerst. En dat is, we maken van Pasen een feest, een symbool. Weet je waar dat Pasen in terugkomt eigenlijk? En wat Jezus gevraagd heeft, dat is in tafel. Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Gedenk mijn dood, met alles eraan vast. Gedenk dan, want daar is de sleutel van uw overwinning. En wie weet, en ik denk dat bijna iedereen Jezus aangenomen heeft, die weet welke blijdschap er in u komt. Door de Heilige Geest, want die is werkelijkheid. De Heilige Geest is een werkelijkheid, maar na een tijd leven wij... Ja, niet meer op de standing, via de standaard en op de standaard dat we zouden moeten leven. Omdat de sleur van de wereld en van het leven er is. En daarom dat sommige moeite hebben met mijn uitspraken, omdat ik mij niet neerleg en acclimatiseer aan de lage standaarden van het huidige evangelisch christendom. Conclusie is dit. Het is hoog tijd om naar niemand te kijken. En te leven volgens de standaard die Jezus gezet heeft. En dat is 1, ons bekeren, achter Jezus aan te gaan. Dat is 1. Om te weten, en ik verwijs naar de tekst die er juist was, over de gaven die God gegeven heeft. En over de sleutels die wij mogen ontvangen van het Rijk der Hemelen. Wij als kerk hebben de sleutels in handen. Om bovennatuurlijk te leven. Om bovennatuurlijke dingen te zien gebeuren. En hoe leven wij in werkelijkheid? En ik hoor daar ook bij. Ik heb daar zware bedenkingen bij. Dit is een positieve preek. Dit is goed nieuws over Pasen. Want Jezus heeft u voor uw eeuwig leven verdiend. Door degene die de macht over de dood had te ontwapenen. En die heeft gezegd, kom aan, jij weg hier. Ik neem de rechtvaardigen mee, krijgsgevangenen. En Jezus is naar God gegaan, met de krijgsgevangenen, de rechtvaardigen. En dan is hij terug naar de aarde gekomen. Wist u dat? Heb ik op de Bijbelschool geleerd. Jezus is eerst naar de Vader geweest, heeft die krijgsgevangenen, al die oud-testamentische gelovigen, zijn uit met, dat was het paradijs, die linkerkant van het dodenrijk. En dat is naar de hemel gegaan. En het dodenrijk is daar leeg. En de anderen blijven daar. Jezus is uw gerechtigheid. Jezus is uw power. Is uw bezonnenheid. Is uw kracht om een ander mens te zijn dan alle anderen die je kent. En niet door uw eigen kracht,
maar door de kracht van de opstanding en van de Heilige Geest. En en plus heeft Jezus u de bediening van het Koninkrijk gegeven. En bediening, dat betekent iets dat je mocht uitvoeren in praktijk. En dat is mijn slot. In het Engels heeft dat een leukere naam. Die naam is ministry. Vandaar ons woord minister. U bent potentieel, want je moet dat in praktijk omzetten. En daar wil ik voor gaan met ieder van ons. Met deze kerk. Als je dat niet wilt, dan stap ik het af. Sorry. Als we daar niet voor gaan, stap ik het af. Want dat is het verschil. Met alle andere christenen en met alle andere evangelissen. Het punt is dat wij hoop hebben op de eeuwigheid, maar dat wij ook de bediening gekregen hebben van de sleutels van het kerk. En daar moeten we iets gaan doen. En hoeveel in procent van de Belgische en de Hollandse christenen weten dat Jezus ons de bediening, de ministry of heaven heeft gegeven? En het derde punt is dat ons dat ook verplicht om het goede nieuws te delen. Anders zijn we medeplichtig aan woord. Dan zijn je medeplichtig aan Satan. De christenen die in geloof in de Christus, dat zijn de schapers. Ik overdrijf, maar ik meen het. Er zijn drie dingen. De hoop van God. Het kruis. Voor u. Nieuw leven. Alles wordt nieuw. Eeuwig leven. Onschuldig verklaard. En daardoor is het effect van de dood weg. En zult gij ooit bij God zijn. En kunt u nu het contact met God herstellen. En zult je ooit een nieuw leven krijgen zoals je hebt. Het tweede is, u bent verplicht om dat goede nieuws aan anderen mee te delen. Anders bent u medeplichtig aan woord. En het derde, onthoud het zomaar. En het derde is, wat gaan wij doen met de ministry, de bediening van de zeugels van de praktijk? Daar ligt op een bodem te vragen. En daar moeten we voor gaan. Gaven heeft hij aan de mensen gegeven. Daar moeten we voor gaan. We willen beleven de cadeau van God. We willen het delen met alle mensen die niets ervan kennen. En wij willen een stap verder zetten dan waar we nu zijn. Een stap verder naar de kruis. Elke keer is het. Net voor de prediking kwam elke mij een tekst geven die ze opgeschreven had tijdens de lofprijs. Begrijp je nu dat het gepast is om een maanden na de prediking te doen? Dit was mijn prediking. Drie dingen. De betekenis van Pasen, de bediening van Pasen. En luister wat goed. De Heilige Geest naar gegeven. Blijf niet staan bij het kruis, maar schuif het doek weg dat uw ziel belemmert. Stap in mijn koninkrijk en laat mij u rijk maken. Ik heb vruchten voor u en uitdagingen, niet alleen met Pasen, maar elke dag van uw leven. Vind mij en gij zult het ware geluk hebben. Ik vind dat indrukwekkend. En dat is niet hoe zij het. Maar dat was voor de preek en niemand wist wat je preek. Ook Cleo, want Cleo is na elke naar mij gekomen, ook met een profetisch woord. En ik heb gezegd, dat is de preek van de volgende week. En daarom gaan we het nu niet laten horen, want dat is de preek van de volgende week. God is machtig en onthoud dit. Ook al voelt u, ook al hebt u moeite, ook al hebt u twijfel. Ook al zie je die mensen en weet je dat je fout bent, God is geïnteresseerd in om van u iemand te maken die het verschil uitmaakt. In deze week, ik wens u God. Amen.